in Saint-Laurent du Maroni, Frans-Guyana, is op 6 juli 2023 de tweede geherstructureerde River Council vergadering gehouden. Het doel van deze vergadering was het verder bespreken en uitzetten van de activiteiten die het gezamenlijk beheer van de Marowijne en Lawa rivier en de gezamenlijke ontwikkeling van het grensgebied kunnen verbeteren. Hierbij zijn veiligheid voor personen en goederen, milieu, gezondheid en legaliteit besproken. De volgende geherstructureerde River Council vergadering is gepland voor juli 2024. De behandeling van de recu-fraude strafzaak van het ministerie van Financiën en Planning tegen de 6 verdachten is op 6 juli voortgezet. De geëiste gevangenisstraf voor deze 6 verdachten variëren van 2 tot 6 jaar. Op 3 augustus zal de kantonrechter een beslissing nemen omtrent de verzoeken tot invrijheidstelling. Voorts zullen op die dag de raadslieden hun pleidooi voeren. Daarbij zullen zij reageren op het recusatoire van de officier van justitie. Het ministerie van Economische Zaken heeft een eendaagse workshop georganiseerd over het klachtenafhandelingssysteem Grievance Redress Mechanism. Het klachtenafhandelingssysteem stelt de gemeenschap in de gelegenheid om hun klachten te deponeren die betrekking hebben op de 2 componenten van het Suriname Competitiveness and Sector Diversification SCSD project. Het SCSD-project moet ervoor zorg dragen dat hervormingen voor het stimuleren en ondersteunen van ondernemerschap doorgevoerd moeten worden.